Salut. Ik ben vandaag in Rotterdam Noord. Noord gestoord. Ja, hier gaan echt grote dingen gebeuren, dus pas maar op. In ieder geval, ik wil het vandaag even hebben over de valkuilen. Je hebt heel veel valkuilen in het leven, weet je. Kijk, heel veel mensen dus, die gaan dus nu trappen in een van de beroemdste valkuilen waar ik ook in heb getrapt. Van net doen of je bezig bent, weet je. Net doen of je bezig bent. Dingen leren, lezen. En ja, als ik deze cursus heb gedaan, dan weet ik het wel. Als ik die cursus heb gedaan, altijd leren, maar geen actie. Je weet toch, die valkuil. En dan denk je dat je bezig bent, want je weet het allemaal heel goed. En je kan het allemaal heel goed uitleggen. Maar eigenlijk, als je gewoon kijkt naar je eigenlijk, naar de echte waarheid. Dus je leven nog steeds gewoon een puinhoop. Je bent nog steeds blut. Ja, nog steeds niet blij met niks. Nog steeds ben je dik. Nog steeds je doelen niet bereikt. Dus ik denk dat je dan toch iets anders moet gaan doen, snap je? Kijk, het is wel goed dat je gaat ontwikkelen en dat je gaat leren. En dat je denkt van, oké, ik ga het nu echt ik ga een diploma halen of zo. Want dan voel ik mezelf bevoegd om dit te mogen doen. Het is goed dat je dat denkt. Alleen actie is het enige wat telt in deze echte wereld, snap je? Dus als jullie willen blijven doorgaan met jullie love, spirituele nonsens de hele dag. Kijk, het is een combinatie van, hè, snap je? Kijk, spiritualiteit bestaat uit balans. Begrijp je? Dus ook uit negativiteit. Ook uit een duistere kant. Dat hoort er gewoon bij. Je kan dat niet, zeg maar, je kan dat niet los van elkaar zien. Ik snap dat je dat wel zal proberen of dat heel graag zou willen. In een perfecte wereld van ja, iedereen kumbaya of waar dan ook. Maar ja, in de echte wereld gewoon, wat wij gewoon weten, wat we kunnen bewijzen, is dat je altijd tegenpolen hebt. Je hebt balans nodig. Je gaat altijd, iemand gaat iets meer hebben, dan gaat iemand iets minder moeten hebben. Of iedereen moet gewoon hetzelfde zijn. Net als in China of waar dan ook. Dan zeg je van, weet je wat, pap, iedereen mag zoveel kinderen, iedereen dit. Maar ja, dat willen mensen niet. Want dan hebben ze geen vrijheid. Fuck, wat wil je dan? Je wilt toch vrijheid? Dit is wat het is, dit wordt vrijheid. Anders krijg je dat. En of je draait of weert, we gaan nu terug naar dat. We gaan daar naartoe. Begrijp je, het wordt sowieso vol. Dus het moet sowieso geordend worden, anders wordt het sowieso chaos. Dus of je nou wil of niet, je gaat toch die kant op. Snap je? Geloof ik zelf. En als je het niet gelooft, is ook goed. Maar ja, geloof wat je wel gelooft. Snap je? Geloof in jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Want weet je, jij creëert je eigen wereld. En jij creëert je eigen wereld. Dus als jij je prettig voelt in jouw wereld, weet je, ook al is het zeg maar niet de echte wereld, maar wel de echte wereld van jou, dan wees er gewoon gelukkig in, weet je. Doe gewoon je ding. Het gekke is, als je dus mensen wilt meenemen in jouw gekke wereld, kijk, dan wordt het een beetje gek, weet je. En als je dus heel veel mensen krijgt in jouw wereld, ja, rijp. En dan op een gegeven moment moet je die mensen gaan wijsmaken dat zij leven niet in de echte wereld, ze leven dus in jouw gekke wereld. Ja, dan wordt het lastig. En als meer mensen denken dat jouw wereld echt is en mijn wereld nou nep, dan gaan mensen denken dat ik gek ben, snap je? Dus ik trap niet in die nonsens, ik ga gewoon loesoe. Doe jullie ding, iedereen creëert zijn eigen waarheid. Creëer je eigen waarheid op deze hele mooie dag. Ja toch, zo doen we dit eventjes. Ik ben Rotterdam Noord, we doen onze dingen. We zijn bezig met heel veel shit. We gaan mensen dus echt helpen doeken te verdienen. Op een normale manier, ook al denken mensen van ze gaan geponkt worden. Denk jij maar lekker dat je geponkt gaat worden. Blijf jij maar gewoon lekker doen wat je gaat doen. Blijf jij maar gewoon lekker gewoon eind van de maand gewoon keihard werken. En hopen dat je nog wat overhoudt. En eind van de maand, eind van de maand kijk je gewoon hetzelfde shit. Blijf jij dat maar lekker doen. En geloof jij maar dat dat de echte wereld is. Ja, doe dat gewoon eventjes. Geloof gewoon even daarin. En neem gewoon diep adem. Weet je, vertrek naar je eigen wereld. Maar één ding moet je weten, begrijp je, ik zit niet in jouw wereld. Dus begrijp je, we gaan op een punt misschien kunnen gaan komen dat jij dus gaat denken dat je bepaalde shit gaat tegen mij gaan kunnen zeggen. Terwijl iedereen weet, je leeft in een hele neppe wereld. Is dat het toch? Het is klaar man, no one is the nice guy. Of die je lang ken of vroeg ken of familie bent van mij of wat dan ook. Hey vriend, je luistert. Niks en niemand komt tussen ons doen. Snap je wat ik bedoel? En wij willen gewoon vrede, liefde. Voornamelijk voor de kinderen.
Als je dat begrijpt, ik bedoel, luister, ik heb kinderen, jongen, en nu ben ik als een leeuw voor mijn kinderen, snap je? Eigenlijk een jaguar, maar ja, op dit moment een leeuw, want ik moet het gewoon doen, snap je? Als ik mijn kinderen niet ga beschermen, wie gaat het dan doen? Gaan jullie het voor mij doen? Gaat de overheid voor mij doen? Wie gaat het voor mij doen? Ik ben gewoon soeverein, hè. Ik heb niks te maken met niemand. Ik doe niet meer aan die rare regels, man. Snap je? Ik probeer gewoon goed te leven, goed mens te zijn. Maar laat niemand mij tegenhouden, snap je? Joe.